Hallo allemaal, iedereen hier en welkom bij weer een kijkje achter de schermen bij het lawaai. Vandaag nemen wij een kijkje bij een van de drie gezelschappen die bij ons in het lawaai aan het repeteren zijn. Vandaag kijken we bij Not On Hands. Kom, ik neem je mee. Kunnen jullie je even voorstellen? Ik ben Thijs, dit is Britt, dit is Mario. Ik kom uit België, Mario is uit Duitsland en Britt komt hier uit Nederland. En wij zijn vorig jaar afgestudeerd in Kordarts, in de Hogeschool in Rotterdam voor kunst. En we zijn nu al een jaar bezig met onze eigen compagnie, Not On Hands. Wat zijn jullie op dit moment in de lawaai aan het doen? We zijn nu in de lawaai voor het te presenteren. We zijn onze voorstelling aan het afmaken. Dat normaal gezien eigenlijk al lang af moest zijn, maar omdat we niet dicht bij elkaar konden zijn, was het onmogelijk om de show af te maken. Dus hebben we het nu uitgesteld en nu zijn er nieuwe regels waardoor we terug bijvoorbeeld in de lawaai onze voorstelling kunnen afmaken. Hoe ziet jullie zomer er nu eigenlijk uit? Onze hele zomer was volgepland. We hadden echt een hele grote zomertour gepland met Zimmerdijkse 1. Maar alles is weg. De zomer is helemaal leeg nu. Kunnen we niet veel aan doen natuurlijk. Maar we zijn heel blij dat we nu toch een paar plekken hebben gevonden om onze show verder te blijven maken en een beetje verder te blijven trainen en repeteren. We zullen zien hoe het volgend jaar zit. Hopelijk kunnen we gewoon de tour volgend jaar doen in de zomer. Nou, dat was hem alweer. Ons kijkje bij Not On Hands. Wil je nou meer van ons zien? Check dan onze socials. Tot de volgende keer!